Beste kijkers, welkom bij mijn dagelijkse videocoaching en wel van 9 september. En vandaag drie chats ter tafel met elk een witte candle, jawel. Te beginnen met Ajax en zometeen Axo en Adyen. Ajax, as we speak, 8,86 ruim op het bord. Het is iets voor 5:30. En u ziet hem staan, naar alle waarschijnlijkheid sluiten we vandaag met een mooie witte candle. Niet helemaal bovenin gesloten. U ziet een redelijk sprietje op de witte candle. Dus dat betekent dat de bulls nog niet echt super overtuigend bezig zijn. Maar de eerste signalen en de eerste indicaties van bodemvorming rond de 50% FIBO-lijn, en dan heb ik het over 8,82, die dienen zich wel aan. Het is een eerste stapje, zeker ook gevoed door de RSI met een klein upknikje. Het is het eerste stapje in potentiële bodemvorming en dat mag worden gezien als een opmaat om de rebound te gaan zien, de pullback. Want de breakout-beweging die we recent gezien hebben, namelijk de koersval onder de SMA-lijn, die moet nog even gevalideerd worden. En u weet, dat behelst dan een opleving naar de SMA-lijn die zo'n beetje rond 909 in het veld ligt. En dan wordt het oppassen geblazen, want als we de komende paar dagen gaan toppen en ook een gapfill hebben gezien tot aan krap 909, dan is de vraag, gaan de bulls door omhoog, gaan ze terugbreken boven de SMA-lijn of, en dat is dan op dat moment het meest waarschijnlijke scenario, dat dan de beren weer terugkomen om de dalende trend nieuw leven in te blazen. Het is en blijft dus een spannende situatie, een negatieve overgangsfase, maar nogmaals, het is de eerstvolgende stap, dat moet toch zijn bodemvorming als opmaat voor de rebound. En nogmaals, de witte candle van vandaag is daartoe de eerste aanzet. Dan gaan we door met Adyen, ruim 3% in de plus en daar zien we een keurige witte candle en een heel andere situatie dan bij de AIX, namelijk een witte candle ruim boven de SMA-lijn en ook ruim boven de FIBO-grid met tegelijkertijd de swingtellen naar een plus 1 standje. RSI veert op vanaf de 50-lijn en als resultante wel degelijk de groene staaf met Enterlong coachingstip bij de DBS-indicator. Een mooie zin om aan te geven dat de bulls een bodem hebben gezet en vanaf daar weg sprinten. Dan heb ik het over 1250. Eerste aanval is ingezet op 1342 en daarboven dan kan de trend echt een mooi vervolg krijgen. Dan gaan we naar alle waarschijnlijkheid een mooie serie hogere toppen en hogere bodems zien. Op dit moment dus wel degelijk aanleiding om voorzichtig al wat turbo long posities te overwegen, meeliften naar die 1342, dat is de zone die uitgenomen moet worden om de weg naar boven helemaal vrij te maken. Waarom dan een bescheiden positie? Wel nu, het is de vraag, altijd de vraag, of het in één keer gaat lukken om die rode zone te slechten. Zo niet, dan zit je met een beperkt risico in de markt. Kopen of zwakte, zolang de koers boven 12,50 blijven wegen, dat is op dit moment wel het sterke trendscenario wat valide is op de dagkaart van Adyen. En de derde titel die ik genoemd heb, dat was Axo. Gaan we er ook bij halen. 0,8% erbij geplust. En daar zien we ook een voorzichtige witte candle met voor de rest ook alle indicatoren in de plusstand. Dus wel degelijk vanuit het stierenkamp de mogelijkheid en de intentie om naar de rode streep op 59 plus te bewegen. Voor de offensieve beleggers onder u, nu al enter long kansen met een turbo long. En als u denkt van nou, ik moet eerst maar eens kijken of die 89 plus weerstand wordt geslecht, dan kan ik me dat ook voorstellen. Dan wacht u op meer bevestiging, dan zul je tegen een hogere prijs turbo longs gaan aanschaffen. Maar kijk hoeveel potentieel er dan vrijkomt, namelijk tot krap 65. Kortom, wit redelijk op de dagkaarten. Misschien dat uw favoriete fondsen er ook bij zijn. En dat betekent dat we ons voorzichtig kunnen gaan opmaken voor positieve dagcharts. Ik wens u een prettige avond.